grote techbedrijven die investeren miljarden dollars in AI-startups, tot ongenoegen van veel mededingingsautoriteiten. Bedrijven als Amazon, Microsoft en Google die liggen nu onder een vergrootglas omdat ze zoveel geld in die bedrijven pompen zonder ze daadwerkelijk over te nemen. Ja, en op die manier hoeven ze weer niet te voldoen aan een hele hoop toezichtsregeltjes. Is hier nou wel of geen sprake van een verkapte overname, oftewel een quasi-merger? Daar gaan we het over hebben met Janneke Niessen, investeerder en medeoprichter van Capital T. Janneke, goedemiddag. Goedemiddag. En hier in de studio Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Welkom Menno. Dankjewel en dag Janneke. Janneke, even met jou beginnen. Hoi, hallo. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Microsoft. Die hebben nu zeker 13 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI, wat ChatGPT ontwikkelt. Ja. Maar ze zijn dus geen eigenaar. En dan zou je eigenlijk afvragen, waarom niet? Waarom nemen ze die toko niet gewoon over? Nou, dat kan een aantal redenen hebben. En dat kan zijn om die mededingingsregels te omzeilen. Maar dat kan ook een andere reden hebben. Want Microsoft investeert in heel veel AI-bedrijven. Ze hebben ook geïnvesteerd in Mistral. Mm-hmm. Ze hebben net een acqui-hire gedaan van Character AI. En dan neem je dus eigenlijk de mensen over. En niet het bedrijf, wat ook een beetje is om die dingen te omzeilen. Mm-hmm. Maar wat zij doen is eigenlijk hun kansen spreiden. AI is hot, er gaat heel veel gebeuren, dat weet iedereen. Maar waar het gaat eindigen en wie de winnaars zullen zijn, dat weet nog niemand. Dus zij kijken gewoon van, hey, wat zijn kansrijke bedrijven? Daar investeren ze in. Mm-hmm. Dat doen ze ook om sneller te kunnen innoveren. Grote corporates staan niet bekend om hun snelle innovatie. En dat weten ze vaak zelf ook. Ja. En deze bedrijven die kleiner zijn, die kunnen en sneller innoveren, zijn ook beter in het aantrekken van bepaald talent. Dus er zijn verschillende redenen. En ook denk ik wel dat die bedrijven niet altijd al overgenomen willen worden. Omdat ze zelf ook weten dat wat zij bouwen misschien wel de next big thing is. En als je jezelf te vroeg laat overnemen, dan krijg je de... Ja, en die founders willen misschien nog wat langer gewoon de baas blijven. Precies. Menno, kansen spreiden, maar ook een beetje toch wel regeltjes omzeilen. Ja. Wat voor mededingingsregels willen ze omzeilen, die grote techbedrijven? Vanuit Europa en Nederland heb je een aantal invalshoeken. Mm-hmm. Melden bij dus de mededingingsrechtautoriteiten, ACM. Bij overnames en fusies heeft te maken met omzet. Dus wat is je wereldwijde omzet en wat is je netto omzet in Nederland? Mm-hmm. Dan praat je over bedragen van 150 miljoen wereldwijd of meer. En even spieken, 30 miljoen zeg maar in Nederland. Ja. Dat is dus een manier. Er zijn fusieregels die kijken naar omvang van het aantal werknemers. Daar ligt de grens op meer of minder dan 50. Mm-hmm. Praat je niet over een fusie of overname, maar over een soort van samenwerking. Dan gelden al die regels niet meer. Maar dan is er wel nog steeds mededinging. Ja. Daar wilde ik heen. Er zijn zogenaamde groepsvrijstellingen voor verticale en horizontale samenwerking. Verticaal moet je echt zien in de keten. En horizontaal moet je zien als partijen die mekaars concurrenten kunnen zijn, dan wel in dezelfde zeg maar markthoek zitten en daar producten neerzetten. Ja, ja. En dat heeft weer te maken met marktaandeel. Dus dat is dan bij de een 30% en bij de ander geloof ik 10%. Mm. Maar daar zijn echt wel regels voor. Precies. Maar feit is dus nu dat ze eigenlijk zich vooral focussen op die samenwerkingsverbanden. Ja. Om allerlei redenen. Als we nu even, Menno, het voorbeeld nemen van Amazon, dat 4 miljard dollar investeerde in Anthropic, ook een AI-startup. Hoeveel invloed heeft dan een Amazon na het moment dat ze die investering hebben gedaan? Want ze hebben het niet overgenomen. Krijgen ze er een belang voor? Krijgen ze een stoeltje in de boord? Nou, dat weet Janneke denk ik nog veel meer van. Maar er zijn een paar manieren om zeg maar een investering te gelden te maken. Mm-hmm. De meest voor de hand liggende is, we zijn het eens over de waardering. Dus ik stop er 4 miljard in. De waardering is ongetwijfeld wel hoog en ik krijg 7% van de aandelen. Ja. Dat kan je ook naar achter duwen. Dan noemen we dat volgens mij een zogenaamde converteerbare lening. Dus het geld wordt wel overgemaakt. En afhankelijk van mijlpalen kan ik later als investeerder alsnog naar aandelen investeren. En krijg je of korting op de, zeg maar, de reële waarde dan. Mm-hmm. Dan wel, er wordt een maximale waardering afgesproken van een x-bedrag. En alles hoger is dan voor die investeerder die natuurlijk dat geld leent. Ja, ja. Mooi meegenomen. Maar op het moment dat je aandeelhouder wordt, zijn er stappen vaak eerst. Hè, als je met elkaar gaat praten, een geheimhoudingscontract. En dan komt er een mooi ding dat heet een term sheet. En daar staan vaak wel juist. Ja. Er staan de contouren van het deal in. Dit is het geld. Dit wordt ongeveer zeg maar, het percentage. Dit zijn nog wat andere voorwaarden. En vaak staat in een bijlage. En nou kom ik op je antwoord. Op het antwoord op je vraag, sorry.
sorry, Nina. Staan nog wat bijzondere wensen van de partij die dan wil investeren. En dat kan dus dat stoeltje zijn. Nou, dat kan een stoeltje in de board zijn. Dat kan een stoeltje in een commissie zijn. Dat kan een stoeltje in een ander adviesorgaan zijn. Het kan ook zijn uitgaven die vanuit de vennootschap waar je investeert, meer dan X, moet je ook even nog langs mij om toestemming te vragen. Ja, en wat je zelfs wel ziet, is dat zo'n investeerder zegt, ik wil ten opzichte van de andere aandeelhouders ook nog een bijzondere positie. En daar krijg je echt wel invloed. Ja, en dat is Janneke nou ook een beetje het ding, hè? Want ze nemen het niet over. En bijvoorbeeld een Anthropic, hè? Want die is nu samen met Amazon toch wel onderdeel van een onderzoek door een Britse mededingingswaakhond. Ja. Anthropic zegt, luister, wij zijn gewoon een onafhankelijk bedrijf. Ze hebben geen aandelen, ze hebben geen stoeltje in de board. En dan denk ik, jij en ik, we kijken even naar de praktijk. In de praktijk is er toch wel degelijk sprake van invloed door zo'n mega-investeerder als Amazon? Ja, er is zeker wel sprake van invloed. Maar dan is het wel zo dat bedrijven zoals Anthropic en OpenAI en Mistral in Frankrijk, die echt hot zijn en waar iedereen in wil investeren, dat die wel heel erg zelf de voorwaarden kunnen bepalen. Ja. Facebook is wel een heel bekend voorbeeld ook, waarbij Mark Zuckerberg nog steeds heel veel te zeggen heeft in verhouding tot de aandelen die hij heeft, omdat hij voor zichzelf dat heeft bedongen. Ja. Dus als jij een hot starter bent, kun je wel echt veel te zeggen houden. Als je kijkt naar OpenAI, dan heeft Microsoft zijn stoel in de board heeft opgegeven om die mededingingsautoriteit tevreden te houden. Mm-hmm. Maar zij hebben wel een samenwerking waarbij zij OpenAI kunnen gebruiken in search. Dus het zit niet altijd per se in invloed in een board, maar het kan ook in het gebruik van de producten zijn en of dat voor bepaalde dingen wel of niet exclusief is. Dus die invloed kan heel veel vormen hebben. Ja, maar invloed is er vaak wel. Ja, en ik wou zeggen, knappe jongen ook, hè, als je als kleine start-up toch tegen een megabedrijf als Google in durft te gaan die jou een paar miljard over heeft gemaakt. Ja, en toch durven ze dat wel. Want ze denken van, joh, iedereen, als jij niet wil investeren, wil een ander het wel. Ja. En dat is wel de positie die zij hebben. Dus ze hoeven niet met Google in zee. Dus zij zullen zelf voor tot op bepaalde hoogte echt de voorwaarden heel strak kunnen zetten. Ja. Menno, er komt nu een onderzoek door de Britse mededingingsautoriteit, specifiek naar Amazon, die in Anthropic investeerde. Wat is het probleem? Wat vinden zij een probleem, die waakhond? Nou ja, dat op het moment dat het natuurlijk wel onder die mededingingsrechtenregels valt, dat de spelregels met melden et cetera al geschonden zijn. Wat ik wel nog heb gelezen in de voorbereiding deze uitzending is dat de Britse waakhond wel wat strenger erin zit, zeg maar, dan vanuit de rest van Europa dan van Nederland. Mm-hmm. Waarom is dat? Ja, nou ja, sommige dingen zijn volgens mij vanuit allerlei afspraken met Brexit wel enigszins hetzelfde gebleven. Om het ook voor de Britten en de Engelsen en zo makkelijk te maken. Maar dan nog steeds heb je natuurlijk interpretatiegeschillen die niet nieuw zijn voor jullie. Want als ik het hier over privacy heb, dan hebben we ook de ene waakhond vindt het wel en de andere niet, terwijl er één wet is. Dat is een beetje een grijs gebied, dus, hè? Ja, dat weet ik niet zo goed. Anders dan dat zij natuurlijk vanuit een Anglo-Saxische insteek in zitten en de rest van Europa meestal continentaal. Maar dat is speculatief. Ja, want kijk, op zich kan je natuurlijk als die twee bedrijven zijn er gewoon heel sec zeggen, luister, het is gewoon een samenwerking tussen twee partners. Wij jagen gewoon samen innovatie aan en we hebben een deal. Dus waarom maken jullie je nou zo druk, mededingingsautoriteit? Ja, maar is er gevaar voor de consument bijvoorbeeld? Op het moment dat, want ik denk dus dat je dan moet zoeken in, hè, als het niet een overname is, als in de zin van ik krijg de meerderheid van de aandelen of op een andere manier word ik stiekem de baas. Of niet stiekem, eigenlijk gewoon zeg maar boven de radar de baas. Mm-hmm. Dan kan het dus zitten in die verticale en horizontale samenwerking. En dat heb ik even geprobeerd plat te slaan met. Ja, denk aan marktaandeel en aan omzet. Mm-hmm. Maar je zult begrijpen dat een marktaandeel in een bepaalde markt, ga dat maar eens definiëren. Nou, dat is voer voor deskundigen en juristen. En dat is nooit zwart-wit. En ik denk dat daar zeg maar de ruimte is bekeken vanuit, nou ja, misschien dat wij dat in dat kader van dus die, dat heet dus groepsvrijstelling nogmaals, dat wij denken dat we in aanmerking komen van die vrijstelling en dus niks hoeven te melden. Ja. Maar ja, als een waakhond signalen heeft dat dat niet zo is, ja, dan ga je dat onderzoeken. En dan doet die waakhond het in de basis natuurlijk prima. Precies. Janneke, denk jij dat er gevaar is voor de consument als er vaker van dit soort quasi-mergers, verkapte overnameconstructies ontstaan?
Nou, ik denk als het gaat om deze samenwerkingen vanuit die bedrijven, vind ik het helemaal logisch dat zij doen. Want alle ontwikkelingen op het gebied van AI, die bedreigen toch hun core business, waar ze echt heel veel geld mee verdienen. Dus dat zij dit doen is heel erg logisch. Ik denk waar het grote gevaar bij AI in zit, is dat we heel veel nog niet weten. En die ontwikkelingen gaan heel erg snel. En als consument ben je denk ik vooral heel erg de dupe als je niks meer te kiezen hebt. Maar ja, dat is dit zijn al de grote techbedrijven, dus dat verandert in die zin niet. Of dat er dingen achter de schermen gebeuren in die blackbox van AI die jou benadelen. En daar zie ik veel, nog veel meer gevaar. Dat je AI krijgt die mensen discrimineert, buitensluit, op andere manieren ongelijkheid vergroot. Omdat je geen inzicht hebt in hoe die AI te werk gaat. En kijk, die mededingingsautoriteiten, ja, die zorgen er al heel lang voor dat, voordat niet één partij te veel macht krijgt. Ja. En dat is bij AI voor mij niet anders dan bij andere ontwikkelingen. Dus ik zie de gevaren veel meer op een ander gebied. Ja, maar Menno, als we dan kijken, stel je wil hier iets tegen doen als mededingingsautoriteit. Nou, dan zeg je dus eigenlijk, ja, dit soort grote bedrijven mogen niet meer investeren in start-ups. Ja, dan krijg je toch een glijdende schaal naar beneden voor ondernemers, dat ze geen geld meer kunnen ophalen voor een AI-startup. Want dat geld komt juist van die grote bedrijven. Nee, ik ben het helemaal eens met je. Plus, we hebben in Europa heel een handje even kleine correctie. Dat geld komt juist ook heel veel van investeerders. Niet alleen maar van grote bedrijven. Kijk, dit zijn echt bizarre bedragen waarbij miljarden in één keer wordt geïnvesteerd. Er zijn maar heel weinig investeerders die dat in één keer op tafel kunnen leggen. Maar de echte start-ups die 1 miljoen ophalen, 10 miljoen, 50, 100, 200 miljoen. Daar gaan meestal vooral investeerders in zitten. En die kunnen dan eerst groot worden en gaan concurreren met die grote bedrijven voordat ze worden overgenomen en misschien zelfs die bedrijven verslaan. Want er zijn ook heel veel bedrijven die niet meer bestaan omdat er nieuwe ontstonden. En dat is waar nu wel een in die zin een gevaar in zit. Dat steeds moeilijker wordt, omdat die bedrijven, die grote bedrijven, al in die vrij vroege fase in dit type bedrijf gaan investeren, ja, en semi-overnemen. Dat is fair point, Janneke, die nuance. En nog even een antwoord op jouw vraag. Als dat wel speelt, Kees, dat heb ik hier ook eerder gezegd. We moeten vooral niet gaan overreguleren. Dus ik heb niet de indruk dat die mededingingsrechtenregels in Europa en in Engeland heel zwaar of heftig zijn. Die zijn denk ik nogmaals vanuit hoe ik het schetste wel op zich duidelijk genoeg. Als ze maar niet doorslaan, en dat zien we natuurlijk wel zeker in de hoek van AI, zien we dat vaker gebeuren op alle andere compliance gebieden. Ja, en Menno, tot slot, mocht de mededingingsautoriteit dan toch nu dat onderzoek starten, ja, en ook echt daadwerkelijk zeggen, ja, dit is een quasi-merger, dit is gewoon niet oké. Wat dan? Wat moet Amazon dan doen? Geld terughalen uit... Nou, wat kan is dat, volgens mij kunnen ze zeggen, sorry, maar je had het dus niet mogen doen, dus het feestje gaat dus nog niet door en draai maar terug. Wat je ook nog wel eens ziet, is dat er gewoon voorwaarden, nadere voorwaarden worden gesteld. Mm-hmm. Als tenminste het aan de voorkant netjes wordt gemeld en dat wordt gezegd, nou, het mag onder bepaalde voorwaarden, zoals stoot een onderdeel af of zoiets. Maar achteraf kan je flink in de problemen komen, plus natuurlijk gewoon een boete. Hè. Dat is typisch Europa. De boetes is dikke nummer boetes. Één. Dank jullie wel. Menno Wij, techjurist bij BDO Legal, Janneke Niessen, investeerder en medeoprichter van Capital T.